En voor de sieraden en accessoires voor deze zomer ben ik in het mooie Gelderse Wijchen. En ik ga op zoek naar Loes van Bij Loes. Hey Loes, wat zit je er gezellig bij? Hey Kevin, ja, lekker zomers. En je hebt op me gerekend, zie ik. Ja, ik denk ik zet er 2 klaar de lusje vast wel. Dat gaat er altijd in. En jij bent heel creatief, hè? Ja, dat klopt. Sinds mijn zwangerschap ben ik van alles gaan maken voor kinderen. En inmiddels is dat uitgegroeid tot kinderartikelen, sjaals en sieraden. En dan die sjaals. Ik zie steeds meer vrouwen met die driehoeksjaal. Hoe komt dat? Ja, dat is eigenlijk een trend die vorig jaar begonnen is. En we hadden gedacht dat die af zou lopen. En dat is gelukkig niet zo. En kunnen ze dat gewoon combineren bij een outfit? Ja, kun je allemaal combineren bij je outfit. En de meeste vrouwen hebben ook wel meer dan 1 sjaal in de kast hangen. Hey, en dat naar de armbandjes. In Amerika een trend, een hype. In Nederland nu ook? Ja, dat klopt. Dat zijn gepersonaliseerde slagletter-sieraden. Ik heb er zelf 1 om. Je kunt verschillende kleuren leer kiezen. En daar zitten nikkelvrije sliders op. Dus je hebt ook geen uitslag, geen verkleuring. En ja, je kunt eigenlijk alles maken wat je wil. En ik heb er bijvoorbeeld de namen van mijn kinderen in staan. Maar je kunt er ook de naam van je partner, een bijzondere datum of zoiets inzetten. Hey, en is het echt een vrouwending? Nee, het is niet echt een vrouwending. Er zijn ook hele leuke mannen sieraden. En omdat ik dacht, ach, jij bent ook wel van de trends, heb ik er eentje voor jou gemaakt. Nou, je kent me nu al een beetje. Nou, hè? Ja. Hey, en de mannen, die dragen dit ook graag? Ja, er zijn speciale herenleer. Dus wat dikker, wat grover. Gewoon op de mannenarm. Nou, met jou heb ik er weer een trend bij. En dan zou ik zeggen, laten we daarop proosten. Goed plan. Helemaal goed. Proost. Proost. Proost.